Say yes to the rest. Niet te snel, hè? Is hij mooi? Is dit hem, ja? Nou, ik denk het wel, hè? Ruud en Ineke bereiden zich ook voor op de grote dag. 2 jaar geleden leerden ze elkaar kennen en in het voorjaar besloten ze te trouwen. Ze hebben 1 grote wens, een hele grote limousine op hun trouwdag. En dat betekent dat ze op andere zaken een beetje moeten besparen. Evelien, goedemorgen, kom binnen. Ja, er zit de kringloopboutique en uit liefde zit helemaal achterin in de winkel. Een dure bruidsjurk bijvoorbeeld, daarvoor kun je voortaan terecht bij de kringloopboutique. We zijn hier bij kringloopboutique Tante Pollerop in Tilburg. En wij hebben ook een grote afdeling bruidskleding pre-loved. En die winkel heet Uit Liefde. Wat zijn nou pre-loved? Ja, pre-loved trouwjurken. Dat zijn trouwjurken die al een bruiloft mee hebben gemaakt meestal. Oh ja, daar is al van gehouden. Ja, inderdaad. Die trouwjurken zijn te koop voor iedereen die of vanwege budgettaire redenen of vanwege duurzaamheid graag een tweedehands trouwjurk wil. Wat natuurlijk hetzelfde is als pre-loved. Mm-hmm. Maar daarnaast helpen wij ook bruiden die geen budget hebben en wel dromen van zo'n mooie jurk. Je gaat eens kijken of we wat moois hebben voor jou, hè? Nou, vast wel. Ik denk het ook, hè? Ja. Dan krijg ik wel een belletje, denk ik, hè? Als ik klaar ben, bellen. Ja, zo. Houdoe. Nee, hij maakt me te dik. Is niet je ding? Nee. Nee? Nee. Hoe is dat als je een bruiloft gaat houden en je hebt een man gevonden waar je de rest van je leven bij wilt zijn en je moet je een beetje inhouden qua geld? Ja. Yeah. Ja, dat is best wel moeilijk, maar ja. Bedoelt, we roeien met de riemen die we hebben. Ja, wat voor keuzes maak je dan? Nou, wij wou heel graag in de limo trouwen. Ja. En dan hebben we gezegd, dan trouwen we gratis. De geld dat je uitspaart, daar kunnen we andere dingen van doen. Ja. Het thuis kleinschalig vieren. We gaan de volgende aantrekken. Er is steeds meer vraag naar de pre-loved jurken van Evelien. Al vanaf €89 heb je zo'n duurzame jurk en lenen is ook mogelijk. De jurken worden grondig gereinigd voor ze verkocht worden. Ja, inderdaad. Say yes to the dress. Niet te snel, hè? Is hij mooi? Is dit hem, ja? Nou, ik denk het wel, hè? Ja. Dat is perfect. Ik wil echt al blij. I fell in your arms tonight. I fell hard in your arms tonight. It was nice. En, gelukt? Ja, het is nog mooi. Echt waar? Ja. Gaaf. Hey. Ik ben er hartstikke blij mee. Serieus? Ja. Maar vertel eens. Perfect. Nee, dat mag ik niks zeggen natuurlijk. Ik vertel niks. Ineke vertelde dat het een beetje krap in budget zit. Hoe is dat voor jou? Had je er niet gewoon haar droombruiloft willen geven? Het liefst. Een droombruiloft is niet afhankelijk van geld. Het zit hem ook vaak in de kleine dingen en hoe snel ben je tevreden met iets. Ja, we hebben ook echt naartoe geleefd en allemaal leuke decoraties samengemaakt. Daar zijn we al maanden mee bezig. Ja, dat is misschien lullig gezegd, maar bij AliExpress, ja, dat scheelt gewoon onnoemelijk veel. En daar hebben we gewoon heel veel kunnen kopen voor een heel klein budget, hè. Dat was gewoon keileuk. Echt een droom, ja. Nou, hopen dat we goede weer hebben. Ja, veel geluk. Dank je wel. Dag. Doei. Doei.